Goedenavond luisteraars, dit is Zorgzaam. Het programma van, voor, door en over de zorg. En zoals elke week hebben Matthijs en ik weer een interessante gast in de uitzending. En dat is Yvonne Peschier. Hallo. Welkom. Dankjewel. Ja, leuk dat je in de uitzending bent. We hebben jou al eens eerder in de uitzending gehad, vorig jaar. En dat was toen heel bijzonder. En jij bent kunstzinnig therapeute. Ja. En vorig jaar had je een cliënt bij je. Het was toen eigenlijk een hele eigenlijk ontroerende uitzending, vond ik wel. Ja, precies. Ja. Maar we gaan er weer een mooie uitzending van maken. Want nu ben je alleen hier. En misschien is het handig als je het toch even nog kort vertelt. Wat houdt die kunstzinnige therapie nou in? Ja, heel graag. Ja, kunstzinnige therapie is een vorm van vaktherapie. En het is deze week ook de week van de vaktherapie. En vaktherapie gaat over doen. Doen en ervaren en daardoor bijvoorbeeld tot inzicht komen of nieuwe vaardigheden. Nou, en kunstzinnige therapie of eigenlijk beeldende therapie is één van de vormen. Je hebt ook nog muziektherapie, speltherapie, drama, dans, psychomotorentherapie. Dus verschillende vormen waarin je gaat doen en gaat ervaren en zo tot nieuwe inzichten kunt komen, nieuw gedrag of iets tot ontwikkeling kan brengen. Je kunt het eigenlijk vergelijken met naar een psycholoog gaan. Daar ga je naartoe als je een hulpvraag hebt of een probleem. En bij een psycholoog is het veelal toch praten en bij een vaktherapeut is het doen en ervaren. En ik heb dan eigen praktijk in Landswingerland aan de Rotta. En daar komen heel wat mensen vanaf 4 jaar tot, en de oudste is 86. En ieder heeft weer een eigen unieke vraag. En daar gaan we mee aan de slag door middel van tekenen, schilderen, boetseren. Ja. Dat soort technieken. Ja. En jij vertelt dat van die andere vaktherapeuten. Jullie hebben onderling ook contact. Nou, er zijn verschillende beroepsverenigingen landelijk. En we hebben onderling ook in Landswingerland hebben we 5 vaktherapeuten. Waarvan 3 beeldend. Dus net als ik, er zijn er nog 2 die tekenen, schilderen, boetseren en creatieve werkvormen gebruiken. We zitten een beetje verspreid over Landswingerland, dus dat is ook wel mooi. En we hebben nog een speltherapeut en een psychomotorentherapeut. En we zijn in de zomer, toen de restaurant open was, zijn we nog even ergens op een terrasje hebben afgesproken. En met elkaar even kennis gemaakt. En we weten elkaar te vinden. En we hebben plannen, als corona helemaal voorbij is, om daar iets meer nog samenwerking in te gaan vinden. Ja, want het is natuurlijk best lastig om te, elke cliënt is verschillend. Hè? Iedereen Klopt. Is uniek. Ja. Bij de een past misschien meer die vaktherapeut en bij de ander dat. Dat is wel mooi als je dat met elkaar af kan stemmen dan, denk ik. Ja, het is inderdaad de vorm van vaktherapie die kan aansluiten. Maar we hebben bijvoorbeeld ook 3 beeldend therapeuten en die zijn ook natuurlijk weer heel verschillend. En hebben weer een andere aanpak. Dus er valt gewoon wat te kiezen en dat is denk ik hartstikke mooi. Ja. En landelijk zijn er natuurlijk nog veel meer. Dus, en we hebben ons ook verenigd en we zien elkaar regelmatig. De laatste tijd wat meer online. Dus, en deze week is echt heel belangrijk, omdat ons vak nog gewoon zo onbekend is, willen we eigenlijk wat meer bekendheid krijgen. En daardoor heb ik mezelf uitgenodigd bij jou. Nee, maar dat vond ik heel leuk, want ik heb alleen maar hele goede herinneringen aan de uitzending die we vorig jaar met jou hadden en de cliënt die je meegenomen had. Misschien nog even goed om te vertellen van, omdat je natuurlijk ook een beetje promotie wil maken voor je vak, voor je beroep. Jij bent officieel, was je onderwijsres, begreep ik. Ja. Had ik gelezen. Ja, en, klopt, Toen ben je dus dit gaan doen. En wat voor opleiding heb je dan gedaan? En hoe ben je daartoe gekomen? Nou ja, ik stond een paar jaar voor de klas. En toen merkte ik dat er heel veel bijzondere kinderen waren. En toen dacht ik, hoe kan ik deze kinderen nou op een zo goed mogelijke manier begrijpen en begeleiden in hun ontwikkeling? En toen ik zelf de PABO deed, dus de opleiding tot leerkracht, was dat in Leiden. En toen was die opleiding kunstzinnige therapie daar al. Dus ik had er al wel eens zo van gehoord en ik had al wel die studenten eens gezien. En toen dacht ik, ik ga gewoon mijn propeduis halen en dan leer ik tekenen, schilderen, boetseren, allerlei leuke vakken. Ik leer nog iets van psychologie, iets van medisch. Sprak me wel aan. Ik dacht, dan haal ik mijn propeduis en dan word ik vast nog betere leerkracht. En toen was ik eenmaal op die opleiding en toen vond ik het zo ontzettend leuk en dat sprak me zo aan. En toen dacht ik maak het af. En gaandeweg de opleiding werd mijn horizon eigenlijk, of mijn blikveld, steeds breder. En toen dacht ik, ik hoef helemaal niet in het onderwijs te blijven. Ik kan met nog veel meer doelgroepen werken en eigenlijk
kan ik gewoon... Ja, het was wel echt een openbaring. Ja, ja. Dus die opleiding heette toen kunstzinnige therapie. Maar tegenwoordig heet alles gewoon vaktherapie. En heb je verschillende opleidingsinstituten, HBO, in Nederland waar je zo'n opleiding kan volgen. En je kiest dan al wel je richting. Dus ik heb de richting beeldend gekozen. En je kan ook de richting muziek, spel, van alles. En die opleiding is ook in Rotterdam bijvoorbeeld of in de regio? Nou, in Rotterdam zit hij niet. Ik heb hem toen in Leiden gedaan. Ik geloof in het midden van het land. En in elke hoek van Nederland zit geloof ik wel iets. Ja. Maar ik heb hem in Leiden gedaan. Okay. Ja. Nou, ik kan me voorstellen, want je praat er heel enthousiast over, ja, dat er dus nu mensen aan de radio zitten te luisteren naar de uitzending. En dat die iets hebben van, oh, dat lijkt me leuk. Ik zou dat wel willen doen. Als ze nou wat meer informatie willen hebben, dan als ze dan een mailtje sturen naar Zorgzaam. Altijd goed. Leimig, ja, ja hoor. Dan geef ik even het e-mailadres door. Dat is zorgzaam@rtvlansingerland.nl. En dan komt het wel bij Yvonne terecht. Misschien dat jij zelf ook iets hebt waarvan je zegt, nou... Ja, nou ja, ik heb sowieso een eigen website. www.kunstzinnigetherapie.info. Maar ik denk ook als je gewoon gaat googlen en je toetst in bij Google vaktherapie of kunstzinnige therapie, creatieve therapie, iets in Lansingerland, dan vind je ons denk ik allemaal wel. Okay. Dus dan ja, kan nee, je maar nog kiezen. Ik kan me zo voorstellen dat... Ja. En daar is echt nog wel behoefte aan deze mensen. Een vaktherapeut of is de opleiding te vol? Is daar... Nou, het is wel het vak van de toekomst. Hè? Ja. Want we zijn natuurlijk best wel veel mentaal ingesteld. En heel veel denken en beredeneren. Maar dat gaat het gewoon... En daar gaan we het niet mee redden. Nee, maar dat, en daar gaan we het nu 2 uur lang over hebben. Dat realiseer moet ik gewoon ook doen. Heel goed. Ja, ja, en zeker in deze tijd is dat gewoon heel belangrijk. Ja, ja, ik zag ook staan doen, ervaren en effect. Het is, juist. Ja, heel mooi. Ja. Goed, nou, we hebben heel wat te bespreken, Yvonne. Hartstikke leuk. En je hebt ook muziek aangevraagd. En daar heb je eigenlijk een hele omschrijving bij gegeven, bij de nummers die je aangevraagd hebt. En nou, misschien kan je dat zelf vertellen. Het eerste nummer is Leuk is Raar van het Klein Orkest. Ja, dit is echt een liedje, best wel grappig. Ik ken hem nog van toen ik leerkracht was in basisonderwijs. Toen had een muziekleraar die aan ons geleerd. En eigenlijk is alles andersom in dat liedje. En dat vind ik eigenlijk zo leuk. Want er zijn heel veel kinderen die al het idee hebben of van het moet zus of het moet zo. En het moet en het mag niet anders. En hoe leuk is het als je door zo'n liedje echt ontdekt van ja, het kan ook anders. Ja. En het mag ook gek. En juist bij kunst en creativiteit mag je heel erg ook buiten de lijntjes kleuren. En je eigen blikveld verruimen. En out of the box denken. En daar vind ik dit liedje heel erg leuk. En dat voor. Heb je ook geleerd, dat out of the box denken tijdens de opleiding? Ik denk dat ik het altijd wel een beetje heb gedaan. Ja, ja, maar ik moet ineens denken, misschien dat ook heel veel mensen denken, oh, dan moet je wel heel creatief zijn. Is dat ook zo? Nou, je hoeft niet creatief te zijn om mee te doen voor kunstzinnige therapie. Maar wel als je kunstzinnige therapeut wil worden, is het wel handig dat je zelf al wat hebt met creativiteit. Ja. En verder ontwikkel je het in de opleiding. Ja. Maar je hoeft absoluut geen kunstenaar te zijn. Nee. Misschien zelfs beter van niet, want dan heb je niet zulke verwachtingen. Ja. Maar als je het gewoon leuk vindt, is het al goed. Oké, okay. Ja. We gaan nu luisteren naar het Klein Orkest. De zee is lekker droog. De ballon die stijgt omlaag en de baksteen valt omhoog. De lucht is lekker groen en het glas toevallig blauw. De kat die blaft de hele dag en de hond die zegt miauw. Raar is leuk, gewoon dat is zo saai. Zo saai, aap niet na, je bent geen papagaai. De zon is lekker vierkant, de ruit toevallig rond.
met koorts, dan ben je beter. En ziek zijn is gezond. Links is lekker rechts, en hier toevallig daar. Ik word morgen 80 en mijn oma 7 jaar. Raar is leuk, gewoon dat is zo saai. Keer het om, geef de boel een draai. Raar is leuk, gewoon dat is zo saai. Aap niet na, je bent geen papagaai. Wie steelt krijgt een beloning, wie weggeeft is een dief. Voor braaf zijn krijg je strafwerk en klieren, dat is lief. Ahmed komt uit Holland en Johan is een Turk. Mijn moeder is een kerel en mijn vader draagt een jurk. Raar is leuk, gewoon dat is zo saai. Keer het om, geef de boel een draai. Raar is leuk, gewoon dat is zo saai. Aap niet na, je bent geen papagaai. Je bent geen papagaai. Je bent geen papagaai. Je bent geen papegaai, wel een leuk liedje inderdaad. Ja. Zo is het, hè? Ja, gelijk zin om gek te gaan doen of zo. Ja. Maar laten we het nou maar een klein beetje binnen de lijntjes houden. Zoals jij er net zei, je mag buiten de lijntjes steken. Het programma een beetje buiten de lijntjes mag wel, maar. Ja. Hey, maar ja, dat is eigenlijk waar je mee bezig bent. Je hebt verschillende doelgroepen, ook, ja. Kinderen dus. Ja. Ja, redelijk veel kinderen ook de laatste tijd. En ik weet niet precies hoe dat komt, maar ja, ik vind het echt wel een hele leuke doelgroep. En je kan ook zo zien dat ze zich in een aantal weken zo ontzettend kunnen ontwikkelen. Dat kinderen die misschien eerst nog een beetje bang en angstig zijn. Bijvoorbeeld een meisje die vond het heel erg moeilijk om afscheid te nemen bij school van haar ouders. Dat was echt een drama. En altijd maar huilen. En dan, nou ja, dan bracht er. Voor corona was dat nog, bracht haar vader tot in de klas en dan naast de meester. En nou, dat ging wel. En toen op een gegeven moment gingen we daar een ander verhaal van maken samen. Toen zei ik van, zullen we eens een verhaal maken van een superheld? En toen had ze helemaal bedacht, haar eigen naam dan. En dan superheld. En wat voor soort avontuur zullen we die superheld gaan laten beleven? En toen had ze dus helemaal bedacht hoe dat dan zou gaan. En we gingen dus een aantal weken lang helemaal in dat superheldenverhaal. Waardoor zij steeds meer ook erin ging geloven. Dat zij mogelijk wel die superheld kon zijn. Ja, ja. En het lukte haar dus gewoon. Op een gegeven moment kreeg ik ook nog, was dan al een jaar bij mij weg, een berichtje van de moeder van, ze had gevraagd of ik dit aan jou door wilde sturen. En toen had ze dus in haar eigen rapport ook dingen gezet als ik moet het gewoon doen. Ik moet er niet over nadenken, ik moet het gewoon doen en ik kan het allemaal wel. Nou, dat waren eigenlijk de dingen waar we aan hadden gewerkt. Dus nou ja. Ja, het is gewoon. Het is wel een heel leuk verhaal, maar zo'n meisje die heeft dus een hulpvraag. En hoe komen mensen bij jou rechtstreeks of via dat het gehoord hebben van iemand? Ja, heel vaak dat ze het horen van iemand. Van, goh, je zou wel eens bij die of die terecht kunnen. Soms gaan mensen ook zelf een beetje googlen en zo. En dan maar op school is ook jouw naam bekend? Of, nou, ik heb op de Vuurvogel gewerkt. OBS Vuurvogel hier in Bergse Hoek. Daar kennen ze mij wel. Dus dat scheelt. En soms kennen mensen mij al zo via of via Facebook een keer iets gezien. En dan, dan wordt je naam eens genoemd. En dan. Dan gaat dat zo. Want het is toch, dat heb je denk ik zelf ook als je een hulpverlener zoekt, dat het wel vertrouwder voelt als je van iemand anders al hoort van, joh, je kan wel bij die terecht. Ja, ja, dat, ja. Kunstzinnige therapie en ook die andere vaktherapeuten, het is bij heel veel mensen denk ik niet echt bekend. Nee. Of te weinig bekend. En wat de mogelijkheden zijn. Ja. En eigenlijk zit zo'n meisje dan met een bepaalde hulpvraag. En dat kunnen natuurlijk allerlei soorten hulpvragen zijn. En dan kunnen ze zich in principe aanmelden. Want het eerste waar ik denk, nou, moet je naar een psycholoog of wat dan ook. Ja, maar, nou gelukkig weten heel veel leerkrachten wel dat er ook een vorm van kunstzinnige, creatieve of beeldende therapie bestaat. Dat scheelt wel. Dus die kunnen het vaak al bespreekbaar maken. En dan gaan ouders gewoon een beetje zoeken. Ja. En voor kinderen is het eigenlijk ook wel gewoon
ja, een hele laagdrempelige stap. Hè, want ze gaan eigenlijk een beetje spelen, ja. Denken ze. Nou ja. En ondertussen gebeurt er heel veel. Ja, maar je doet inderdaad heel veel. En dat doen, ervaren. En dan achter een bepaalde situatie komen. En eigenlijk gaf je al aan, in je opleiding zit ook een stuk psychologie natuurlijk. Ja. Ja, want we kijken natuurlijk wel met hoe zo'n kind het doet. Hè. Een eerste opdracht is vaak van, we maken een vrije schildering. Dus dan leg ik ook uit hoe we het gaan doen. Moet ze papier nat maken en dan met aquarelverf. Zeg ik, je mag zelf weten wat je schildert, of het wat wordt of niet. En ik doe niet mee, want ik wil jou een beetje leren kennen. En dan zie je al hoe een kind dat aanpakt. Of die veel ruimte durft in te nemen of niet. Of de waterpot helemaal alle kleuren krijgt. Of er gespetterd wordt. Of dat het heel netjes blijft. Of een kind heel lang zit na te denken. En om zich heen kijkt van, goh, zou er ergens misschien iets zijn wat ik kan nadoen. Hè? Je bent geen papegaai, denk ik dan even aan. Dus daar kun je al heel veel aan zien. En vaak laten kinderen ook een tekenopdracht maken. Een boomhuis-mens-tekening. En dan zeg ik ook van, maakt niet uit wat voor boom, wat voor huis, wat voor mens, hoe dik, hoe dun, hoe klein, hoe groot. Wat je er verder allemaal nog bij maakt, maakt ook niet uit. En daar kun je ook heel veel uit aflezen. En dat hebben wij natuurlijk ook geleerd in de opleiding. Begrijp ik. Ja. Dus dat is heel mooi. En dan heb je natuurlijk al van de ouders gehoord van, nou, dit is de hulpvraag die we voor jou hebben. Je hebt natuurlijk ook met het kind een kennismaking gehad. En je ziet dan hoe een kind dat aanpakt. En dat alles bij elkaar zorgt ervoor dat je nou tot een beeld komt. En een plan kunt maken. Of in ieder geval een aantal stappen vooruit kunt werken. Ja, het komt ook heel speels over natuurlijk op die manier. En zo'n kind komt dan met plezier naar je toe, hoop zeker. Ik. Zeker, nou dat gebeurt zeker, ja. En heb je dan, ga je uit van een aantal behandelings- of begeleidingsgesprekken? Of ja, bij kinderen zeg ik meestal van, nou, een traject duurt ongeveer 12 keer. En dan is 2 keer een beetje diagnostisch, dus beeldvormend. Mm. En de laatste keer is dan evaluatie met ouders erbij. En dan leggen we ook al het werk uit en leggen we neer. En dan gaan we, zeg ik, maken een soort expositie. En dan gaan we het aan je ouders laten zien. En dan gaan we kijken van, goh, wat zien we nou? En we gaan ook bespreken wat je allemaal geleerd hebt. Mm. En dat is gewoon ook een heel leuk moment. Dus bij kinderen heb ik meestal 12 sessies. Maar het kan heel erg verschillen, want er zijn natuurlijk ook kinderen waar veel meer speelt. En dan heb je langere trajecten. Ja. Ik heb ook een meisje bij mij in de praktijk. En die heeft te maken met een ernstig overlijden binnen het gezin. Ja. Het is gewoon heel, heel emotioneel, heel heftig. En zij heeft gewoon een wat langer traject bij mij. Nou, dat kan. Dat zijn heel heftige dingen. Ja. Maar ik kan me ook voorstellen, en dat is dan wel weer lastig, als je bijvoorbeeld waar spanningen in het gezin zijn. Ja. Ja. Dat lijkt me lastig, moet ik zeggen. Want als je dan met de ouders gaat bespreken, dan... Ja, komen er daar bij hun ook natuurlijk dingen naar boven waarvan je zegt... Want eigenlijk als je kind in therapie doet, dan mag je zelf ook wel aan de bak. Want door je kinderen, je kind gaat toch in een beweging komen, er gaat iets in ontwikkeling komen. En heel vaak is het gedrag van het kind ook wel een spiegel voor ouders, dat ze misschien ook wel iets... Ja, misschien op een andere manier kunnen aanpakken. En dat leg ik ook vaak wel ouders uit. Van, goh, hè, je kind gaat dit traject. Maar we werken heel veel samen. Dus geef aan wat er thuis speelt. Dan geef ik aan wat er hier is. Soms geef ik je tips. En met elkaar kunnen we dan het beste bereiken. Maar het kan zijn dat er thuis onvoldoende gebeurt. Hè, dat er onvoldoende draagkracht is. Ja, en dan kan het kind weer terugvallen. Ja. Maar het kan ook zijn dat er heel veel in ontwikkeling komt. En dat ouders daarin meegroeien. Ja. We gaan dadelijk misschien nog even over verder. We hebben een heleboel onderwerpen te bespreken. Maar ik wil toch ook weer even naar de muziek. Ja. En het volgende nummer is Toen ik je zag. Dat gaat over het Hero. Is dat de naam de zoon van Antoni Kamerling. Antoni Kamerling heeft het ingezongen. En hij speelde de rol van Hero in All Stars. Oké. Het is door Antoni Kamerling zelf gezongen. Echt, okay. Ja, maar hij speelde dat in de rol van Hero, maar die lag wel heel dicht bij hemzelf. Ja. En ik vind het zo mooi. Je hoort echt die kwetsbaarheid in zijn stem en ook in het liedje. En ook wel het uitspreken van gevoelens en gedachten erbij. En ik vind het gewoon een heel mooi liedje. Het raakt me elke keer weer als ik het hoor. Ja, je hebt het ook, de tekst, en je hebt het ook over de klank toen je dit liedje opgaf. Hoe kijk je naar de klank? Wat is dat, de manier waarop
Ja, ja, je voelt het of zo. Je, ja, muziek, ja. Kan je zo op een bepaalde manier raken dat je ook niet... Dat, ja, muziek, daar heb je niet altijd woorden voor, ja. Maar dat komt dan echt zo binnen. En dan voel je gewoon nou ja, de noodzaak of de, ja, tekst de boodschap. En muziek, tekst en muziek moeten ook kloppen natuurlijk, ja. Met elkaar. Hè? En dan wordt het een beetje mooier. Klopt. Nou, we gaan het horen. Ja. Ik dacht nooit aan morgen, vandaag was lang genoeg. Totdat ik jou zag en ik dacht ineens aan morgen vroeg. Ik hield niet van de liefde, voor mij was er geen vrouw. Totdat ik jou zag en ik hield zomaar ineens van jou. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Ik ging nooit naar buiten. Echt vrolijk was ik niet. Loop ik zelfs te fluiten en ik kijk of ik jou ergens zie. Ik kon om niemand lachen, ik was tot niets in staat. Nu ben ik dag en nacht een zon, dat ik weet dat jij bestaat. Je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas één keer ontmoet en toen heb je mij misschien niet eens gezien. Als ik jou zou vragen, drink jij wat van mij? Zou je dan lachen? Blijft het daarbij? Ik moet het toch proberen. Ik weet alleen niet hoe. Niet langer verlegen. Ik wil, ik zal, ik ga naar je toe. Er was een donder, een bliksem, een slag toen ik je zag. Ik ben veranderd, een ander sinds die hele lach. Ik geef me over, je hebt me verzetten. Heeft geen zin. Ik ben veranderd, een ander. En dit is pas het begin. Want je hebt niet in de gaten wat je allemaal met me doet. Dat kun je ook niet weten. Ik heb je pas een keer ontmoet en toen heb je mij misschien, ja, heel misschien niet eens gezien. Mooi, Antonie Kamerling. Ja. Een heel gevoelig lied en vooral ja, in deze situatie. Want ja, het is toch alweer een aardig aantal jaartjes geleden dat hij is overleden natuurlijk. Ja, ja. Ja, en onlangs was dan zijn zoon Merlijn, die is op zoek gegaan naar, goh, wie was nou mijn vader? Ja. En die heeft een hele documentaire daarover gemaakt. Ja, heb ik toen wel iets over gelezen, ja, en gehoord. Ja. Prachtig. Ja. Ja, dat kwam ook wel, kwam ook wel binnen. Indrukwekkend. Ja. Ja, dat zijn indrukwekkende momenten, ja, moet ik zeggen. Eigenlijk zaten wij ook zo tijdens dat lied van Antonie Kamerling te praten met elkaar. En ja, wat toch ook wel heel belangrijk is in jouw begeleiding naar cliënten toe, is jouw persoonlijke manier waarop je het brengt en ermee omgaat. Je inleeft in de situatie. Kan je daar iets over zeggen? Ja. Ja, ik zie gedrag van de ander. Ik observeer dat natuurlijk. En ik zie dat als een signaal. Hè? Als een kind, niet, of een puber of een volwassene, als die niet lekker in zijn vel zit, dan geeft hij bepaalde signalen af. En dat kan je gaan onderzoeken. Kun je een voorbeeld geven? Ja.
Ja, we hadden het net even over van pubers in... Dat was dan even tijdens het liedje. Ja. Pubers in de klas die dan soms zo... misschien wel een beetje kunnen gaan zoeken, gaan zoeken naar grenzen. Ja. En als je dan met zo'n puber in gesprek gaat van... Goh, vertel eens, kan ik wat voor je doen? En wie ben je? En er dan achter komt dat er dus iets aan de hand is. Ja. En je dan misschien wel even mee kunt denken... Dan is dat denk ik een ontzettend mooie manier om voor die ander klaar te staan. Ja. En zo geldt het bij meer. Ik had van de week een meisje die kwam bij mij voor de therapie. En ze zei, ik zat op de fiets. En ik was gewoon even hardop aan het zeggen wat ik allemaal nog moest doen voor school. En bla bla bla. En mijn vader die zat en die zei van, hij zit niet zo te zeuren. Maar ik was gewoon even mijn gedachten aan het ordenen. En ik zei toen tegen haar van, heb je dat ook gezegd? Ja, dat heb ik gezegd. Ik zeg, hartstikke goed. Want dat kan zo'n signaal zijn. En zo'n irritatie, dat kan wel. Maar dat kun je ook bij jezelf nagaan. Van, waarvoor vind ik dat nou irritant? Ja. Ja. Maar die kinderen of volwassenen, ze moeten ook een stuk vertrouwen in jou krijgen. Ja. Je hebt vaak situaties dat mensen een hulp hebben. Of dan een psycholoog of een andere therapeut is. Maar het is dan toch ook wel heel prettig als je iemand tegenover je hebt die je kan vertrouwen. En ook je verhaal kwijt kan, dat er een klik is. Ja, dat zeg ik ook altijd. Ik zeg van, ik kom niet bij je thuis. Ik zit niet bij je in de klas. Ben niet geen familie van je. Nee. Je mag me vertrouwen. En wat je hier zegt, dat blijft gewoon hier. Ja. Het enige is als je me iets vertelt waarvan ik denk, dat ik maak me een beetje zorgen over. Misschien moeten je ouders dat ook weten. Is dat we dan samen gaan onderzoeken van hoe kunnen we het nou ook aan je ouders vertellen. En dat geeft vaak al zo'n vertrouwen dat je, dat je op weg kunt. En, maar ook volwassenen. En dan kom ik weer even terug op dat liedje van Antonie Kamerling en ook hoe zijn leven is gelopen. Er zijn ook best volwassenen die ook wel gevoelens hebben van ik wil dit niet meer en dan kan het maar beter afgelopen zijn. En dan kunnen ze er heel erg omheen draaien om dat te zeggen. Maar ik maak het dan ook wel gewoon bespreekbaar. En dan kunnen we het er echt over hebben. Maar dat haal je dan uit de kunst, de dingen die ze maken, waar ze mee bezig zijn, de kleuren. Ja, maar ook al wat ze erbij vertellen. Ja. Volwassenen bij volwassenen gaat het proces natuurlijk veel bewuster, ook tussen de sessies door. Dat ze ontzettend nadenken over wat ze hebben geleerd en dingen die op hun pad komen. Dus dan zit er veel meer taal bij, zeg maar. Bij kinderen is het wat meer spelenderwijs. Bij volwassenen heb je ook wat meer echt gesprekken erbij. Ja, en dan hebben we het er ook wel echt wel over. Ja. En dan vraag ik er ook wel over door. En als het er dan mag zijn en dat we het erover mogen hebben, dan is het al wat minder zwaar. Dat vind ik wel belangrijk. Dat alles gewoon besproken mag worden. Ja. Dat is ook belangrijk. Nou heb je ook hier een nummer van Lana Del Rey, Summertime Sadness. Ja. Daar zit ook een gedicht bij. Nou, dat gedicht wilde ik later doen, als je dat goed vindt. Nee, ik vind ja. Allemaal goed. Ik vind Lana Del Rey... Even buiten de lijntjes. Ja. dat kan je altijd proberen. Hè. Lana Del Rey, dat vond ik heel bijzonder. Want ik had een jong volwassene in mijn praktijk. En zij was eigenlijk ook mantelzorger. En ze had eigenlijk nauwelijks tijd voor haar studie. Of eigenlijk ruimte voor haar studie. Was echt wel een beetje overleven. Want ze was mantelzorger. En ook degene die de Nederlandse taal wel machtig was. En haar ouders dan niet. Ze had eigenlijk best wel zwaar. Hele depressieve gevoelens. En zij zei van ik vind best wel troost in deze muziek van deze zangeres. Ja. En toen hebben we ook een aantal keer... de muziek opgezet en toen zijn we samen gaan schilderen op deze muziek. En dat, jij kende Lana Del Rey niet? Nou, ik had er wel eens, denk ik, van. Ik had haar wel eerder eens gehoord, de muziek, maar niet zo bewust als ik toen via deze jongvolwassenen haar heb leren kennen, eigenlijk. Ja. En zo krijg je een lied dus ook weer een andere lading en, zeker. En betekenis. Ja, als ik dit lied hoor, denk ik aan haar. Dus zullen we dat dan eerst gaan doen nu? Ja, oké. Okay. Ja. Kiss me hard before you go. Summertime sadness. I just wanted you to know
the best. I got my red dress on tonight, dancing in the dark in the pale moonlight. Throw my hair up real big, beauty queen style, high heels off. Feeling electric tonight, cruising down the coast, going about 99. Got my bad baby by my heavenly side. I know if I go, I'll die happy. Ja, we hadden het voor deze muziek van Lana Del Rey over dat meisje wat bij jou in behandeling was. Je wilde daar nog wat meer over vertellen, begrijp ik? Ja, ik denk dat het wel leuk is om even een beetje een beeld te krijgen van wat doe je dan als zo die muziek klinkt. Dus wij hebben vooral met blauwtinten en aquarel hebben geschilderd. Een hele rustige penseelstreek op de muziek eigenlijk. En kies zij dat zelf dan? De kleur ook? En, Ja, dat vonden we allebei er wel heel erg bij passen. Ja, ja. Ja, want je kan je zo blauw voelen dan. Hè? Dus het blauw is ook, kan ook echt wel even dat gevoel aanspreken. Anders dan geel. Je gaat niet met geel schilderen op de muziek die je net gehoord hebt. En dan mag dus dat gevoel, weet je, die somberheid mag er even helemaal zijn. En dan kunnen we het daar ook over hebben. En daar wil je niet in blijven hangen. Dus vaak doe je dan daarna nog een opdracht waarbij je wel weer even wat meer met lichtere kleuren gaat werken. Dat iemand niet zwaar de deur uitgaat. Maar waarom ik het
wilde laten horen en bespreken is ook van ja, dat er gevoelens en gedachten, dat er allemaal mag zijn. En dat het me zo opvalt dat we in de maatschappij eigenlijk daar nauwelijks ruimte voor hebben. Als je zeg maar en vraagt aan iemand hoe gaat het, is eigenlijk het antwoord wat je moet geven goed, want die ander moet weer door en die heeft geen tijd om te horen als je zegt dat het niet goed gaat. Of nou ja, als iemand dan toch begint te vertellen, dan zou het zomaar eens kunnen zijn dat degene die dan luistert misschien direct denkt dat hij een oplossing moet bieden. Mm-hmm. Of gaat zeggen, ja, dat heb ik nou ook. En dan in één keer het hele gesprek overneemt. En dat valt mij eigenlijk heel vaak op, omdat ik natuurlijk mensen spreek die juist dat luisterend oor zo nodig hebben. Dat is natuurlijk ook in het ziekenhuis, daar komen we zo nog op. Maar ook de cliënten bij mij in de praktijk. Ze hebben eigenlijk gewoon iemand nodig die goed kan luisteren. En ja. Dus je hoeft eigenlijk nog ineens veel te zeggen. En de oplossing komt als het ware uit de mensen zelf op een gegeven moment op oplossing. Maar in elk geval meer inzicht, meer duidelijkheid voor zichzelf. Een volgende stap. Ik probeer mezelf eigenlijk zoveel mogelijk terug te houden. En de ander zoveel mogelijk in de eigen regie te houden. Van goh, en wat zou je willen? Of wat heb je nodig? Of als we via het werk praten. Van goh, vertel eens over hoe was dit om dit te schilderen? En kun je er wat over zeggen? En wat spreekt eruit? Hè? Vraag je dat ook tijdens het schilderen zelf? Zo van waarvoor kies je deze kleur? Of, nou, meer naar afloop. Dan hebben we geschilderd. En dan kijken we van een afstandje naar het werk. En dan laten we het even op ons inwerken. En dan vraag ik ook van goh, is het om er zo naar te kijken? En heeft het nog iets nodig? Soms zegt iemand als die het van afstand ziet, ah, maar dan wil ik wil dat stukje wil ik nog even bijwerken. Of daar wil ik nog wat aan doen. Of iemand zegt, goh, ja, nu ik van afstand zie, het, eigenlijk vind ik het best wel goed gelukt. Ja. Soms draai ik het ook nog wel eens. Hè, want je kan ook soms, zeker als het niet figuratief, een beetje abstract is, kun je het ook nog eens van een andere kant bekijken. En dan ervaart iemand ook weer dat je iets soms van een andere kant kan bekijken. En dat kan je ook weer toepassen in dagelijks leven. Dus dan kijken we ernaar en dan proberen we ook te kijken van goh, wat spreekt hier uit en wat zou een volgende stap kunnen zijn? Wat heeft het nodig? Ja. Bij zo'n meisje, wat is dan de opdracht? Je gaat met haar schilderen of mag ze kiezen wat voor je werkvorm ze kiest? Of? Ja, zij voelde zich bij het schilderen wel heel prettig, comfortabel. Dus dat was met aquarel doen we dat dan. En we hadden al een beetje afgesproken, omdat zij wat met die muziek heeft, dat ze had van tevoren al een beetje bedacht van welke muziek gaan we dan laten horen. En toen zei ik ook, nou, laten we op de maat van de muziek of op het ritme of wat de muziek aangeeft, gaan wij met die penseel over het papier bewegen. En dan gaan we gewoon helemaal luisteren en de penseel laten bewegen. Ja. En dan kijken we ernaar naar. Ja. Dus ja. En dat daar dan zeg je ook, ja, daar ligt dan eigenlijk de emotie in die zij in de muziek hoort, die zet ze dan op die manier op papier. En de emotie die ze ook bij zichzelf dan voelt door en die door de muziek dan daarin raakt. En dan mag het er gewoon zijn. Nou staat hier een gedicht. Ja. En dat wilde je graag voorlezen. Kan je er iets over zeggen? Eigenlijk gaf je het net in het gesprek al een beetje aan. Hè? Luisteren is wel heel belangrijk. En niet gelijk zelf al erop inspringen. Ja, en wat kunnen we dat eigenlijk slecht? Ja. En dan met we bedoel ik gewoon men in het algemeen. Ja, en ik betrap mezelf daar ook regelmatig op. Ja, toch? Ja. Ja, nou, dus ik wil dat voorlezen. Ja. Het is van Leo Buscaglia. Misschien zeg ik het verkeerd. Excuus Leo, maar ik ga het voorlezen. Het heet Luisteren. Als ik je vraag naar mij te luisteren en je begint mij adviezen te geven, dan doe je niet wat ik je vraag. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij begint mij te vertellen waarom ik iets niet zo moet voelen als ik het voel, dan neem je mijn gevoelens niet serieus. Als ik je vraag naar mij te luisteren en jij denkt dat je iets moet doen om mijn problemen op te lossen, dan laat je mij in de steek, hoe vreemd dat ook mag lijken. Dus, alsjeblieft, luister alleen maar naar me en probeer me te begrijpen. En als je wilt praten, wacht dan even en ik beloof je dat ik op mijn beurt naar jou zal luisteren. Ja, mooi. Je geeft eigenlijk heel duidelijk aan dat het er zijn voor iemand
gewoon, het kan zelfs zonder woorden bij wijze van spreken. Ja, dat, daar gaat het eigenlijk om. Gewoon aanwezig zijn met heel je aandacht. En laat ook maar stiltes ook, vallen. Dat hè? Bedoelde ik ook misschien wel met die klik waar je het over had. Dat vertrouwen wat je in elkaar moet hebben. Ja. Want anders lukt dat nooit, denk ik. Als je dat niet hebt, dan, dan ben je geneigd om te gaan praten. Of wat dan ook. Ja, ik laat ook echt wel stiltes vallen. En als stiltes ook gewoon goed voelen, dan is dat ook goed. Hè? Dan is die onderlinge de contact is ook goed. Ja. En als mensen de neiging hebben een stilte toch op te vullen, dan vind ik het interessant. Dan gaan we onderzoeken van, goh, hoe komt dat? Ja. En ik vind het gewoon heel belangrijk dat we kunnen luisteren naar elkaar. En ook zonder oordeel of oplossing. En eigenlijk is het heel makkelijk. Want je hoeft alleen maar jezelf terug te houden. Maar daardoor is het heel moeilijk, blijkbaar. Ja, maar mensen hebben, dat zijn ook vaak persoonlijke ervaringen die mensen dan hebben. Maar je hoeft niet altijd heel veel te zeggen om je er goed bij te voelen. De aanwezigheid van iemand, een stukje uitstraling. Ja, hoe moet je het zeggen? Dat kan inderdaad heel belangrijk zijn. Ja, en dat je ook het niet gaat invullen, maar gewoon vragen stelt. Van, goh, vertel eens. En ik laat mensen gewoon hun verhaal vertellen. Ja. En als het even stilvalt en ik zou wel willen dat ze doorpraten, dan herhaal ik soms de laatste zin of ik vraag nog iets verder. En dan gaat iemand weer verder. Ja. En dan merk je dat het verhaal vanzelf komt. En soms is het praten voor mensen ook alleen al genoeg om hun gedachten te ordenen. Dan is het gewoon het praten tegen iemand. Nee. En dan hoef je ook echt verder niks. Nee. Mooi. Ja, hè? Ja. We hebben weer muziek ook. Soldier On. Ja. Van Direct. Ja. Zullen we maar gewoon gaan luisteren? Ja, oké, prima. Nobody out there is brave as you. You're holding your own.
Soldier On van Direct. Waarom heb je dat gekozen? Ik vind het een heel mooi liedje. En het kwam een beetje zo in die hele coronacrisis, lockdown. Die eerste golf kwam dat liedje zo in de bekendheid. En waren er ook verschillende luchtopnames. Zo van hele stille steden. En dan Direct op de achtergrond. Ja, en daardoor kreeg het voor mij een bepaalde betekenis. En het gaat ook voor mij heel sterk over dat je in moeilijke tijden kracht en steun kan vinden. En over volhouden en kwetsbaarheid. En ik dacht, het is eigenlijk wel een liedje wat voor iedereen ook weer een andere betekenis kan hebben in een andere tijd. Want ik weet niet, je hebt zelf natuurlijk ook net geluisterd. Heb je daar zelf ook een bepaald gevoel of idee bij? Als je dit bij dit liedje? Ja. Ja, nou, ik moet je zeggen, dan moet ik het nog eens een keer echt heel rustig gaan beluisteren. Ik vind, nu zeg ik heel simpel, het komt heel gevoelig over. Ja. Ik vind het een hele mooie melodie. Maar de tekst heb ik niet echt goed tot me door laten dringen, moet ik zeggen. En dat vind ik, nou, eigenlijk hadden we het net over tekst en muziek, we moeten wel bij elkaar aansluiten. Ja. En dat, daar moet ik er nog eens eventjes echt naar gaan zitten luisteren. Ga ik doen, het is huiswerk. Ja. 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 Ja, ik vind ook, we zitten natuurlijk nu in een gezondheidscrisis met z'n allen. En dan hebben we denk ik ook dit soort liedjes en dit soort muziek heel erg nodig. Om ook, weet je, die verbondenheid met elkaar te voelen en ook moed houden. En ja, dat zit voor mij heel erg in dit liedje. En ja. Nou, ik moet je zeggen, ik merk dat ook wel. Ik schrijf dan in mijn vrije tijd wel gedichten. En dat... Ik heb ook in verpleeghuizen gewerkt, dus het gaat vaak over dat soort situaties in verpleeghuizen. En ook in die coronatijd, dat ik kan dan kijken hoe vaak mensen naar zo'n gedicht kijken of lezen. Dat vloog de pan uit. Ja. Ging echt een paar duizend keer ging zo'n gedicht ineens. En normaal wordt er ook wel vrij regelmatig naar gelezen. Maar kennelijk hebben mensen dan daar extra behoefte aan ook. Ja, en het kan ook zijn dat zo'n gedicht of zo'n lied of dan weer net weer een andere betekenis voor iemand kan krijgen. Ja. En dat vind ik het mooie van muziek en dat vind ik ook het mooie van kunst. Dat, nou ja, dat wat je meemaakt in je leven, dat bepaalt natuurlijk ook van hoe je kijkt. Ja. En soms kan iets dan in één keer ineens binnenkomen of zo. En, maar ik merk dus ook dat jij muziek en de kunst met elkaar combineert. Ja. Ja, want, komt ook een beetje omdat we natuurlijk hier muziek aandragen. Nee, maar en ook geen schilderijen mee kan nemen. Van dat meisje waar je over hebben, van die Lana Del Rey en zo. Precies, Dan gebruik je eigenlijk muziek en kunst. En dat is ook wel mooi als die twee kunstvormen elkaar eigenlijk ontmoeten op die manier. Ja, dat is ook wel een mooi linkje te leggen naar... Ik werk natuurlijk ook in het ziekenhuis, daar heb ik het nog niet over gehad. Ik werk in het Erasmus MC Kankerinstituut. En daar werk ik niet alleen als vaktherapeut, er is ook een muziektherapeut. En wij komen soms bij dezelfde patiënten. En laatst waren we ook bij dezelfde patiënten en toen gingen we ook op hetzelfde moment naar binnen. En toen heeft zij iets gespeeld en ik was nog bezig met een portret maken van die patiënt. En het was eigenlijk een heel bijzonder moment. En ik merkte ook dat door haar manier van spelen, mijn manier van tekenen werd beïnvloed. En dat ik heel rustig dat portret kon gaan tekenen. Ja. En we hebben dat vaker, dat soort ideeën van... Oh, we kunnen daar nog veel meer uithalen door muziek en kunst zo te combineren. Ja, muziek brengt je natuurlijk ook in een bepaalde stemming. Precies. En het ligt natuurlijk ook aan de situatie. Is het heel verdrietig? Nou, dan zou ik geen carnavalshit op gaan zetten, bij wijze van spreken. Nee, is misschien niet zo handig. Nee. Maar als je dan muziek opzet met in zo'n mooie tekst... waarschijnlijk dan als Soldier's On, dan... denk ik dat er, dat er iets kunstzinnigs uitkomt wat past in die situatie. Ja, en soms kan het ook akoestisch zijn wat zo'n muziektherapeut speelt. Ja, speelt zeker gitaar of zo? Of, zij speelt heel veel op ter lier, dat is een soort harp. Ja. En ze kan zowel akoestisch spelen als erbij zingen. Maar soms als zij gewoon alleen akoestisch speelt op een bepaalde manier en ik laat mijn penseel op die manier eigenlijk, dat gaat vanzelf. Je laat je sowieso beïnvloeden door de muziek. Laat ik mijn penseel over het papier gaan, dan zie je dat ook echt wel terug. Ja. Dus dat is eigenlijk wel grappig. En het gebeurt trouwens ook, we werken niet heel vaak op hetzelfde moment bij dezelfde patiënt, gebeurt ook dat de radio aanstaat bij als ik bij een patiënt kom en dan denk ik nou... prima. Ja. En dan zie ik soms aan onze manier van tekenen of schilderen dat het ritme van de liedjes terugkomt.
Of dat juist een betekenis van een liedje wat aanstaat ineens ook in het beeld verschijnt. Dus dat is echt wel bijzonder. Dit is heel bijzonder. En ja, het geeft ook aan hoe belangrijk muziek is. Ja. En zeker als je praat over ziekenhuizen, maar zeker verpleeghuizen. Ja. Waar mensen vaak heel moeilijk bereikbaar zijn. Ja. Dan denk ik dat muziek een prachtig middel is om... Kan iemand echt even ontwaken daardoor? Ja, hè? Ja. Een ander stukje in de hersenen wordt wakker en dan zie je ineens iemand op een heel andere manier. Ja, dat is ook zo'n voorbeeld. Ook het verpleeghuis werkte. Ik heb zelfs meer voor de radio verteld. Was er een dame, eigenlijk diep dement, lag alleen op bed. Verder niks. En daar zat de predikant naast de bed. En die zat daar psalmen, gezangen te zingen. En in ieder geval religieuze liederen. En totaal geen reactie eigenlijk vanuit dat bed. Dus ik denk ook, man, ik vind het knap van je, maar wat heeft dit voor zin? Maar ik ben er eens even bij blijven zitten. En ik denk, nou, ik zing een liedje mee, dus dit laat ik maar even meedoen. En ik sta op. En die vrouw had misschien wel maanden niet gepraat. En het enige wat ze zei was God. Kijk eens. Nou, hoe mooi. Dat is me ook zo bijgebleven. Ja. Ja. Het was weer stil, niks, alleen dat. Ja. En ik denk, het komt toch wel binnen. Zeker. Ja, iemand kan het ook niet altijd uiten, maar het komt wel binnen. De muziektherapeut bij ons, die komt bijvoorbeeld ook op de IC. Ja. En dan zijn mensen natuurlijk vaak helemaal niet bij bewustzijn. Ja. Maar dan gaat ze wel bepaalde muziek spelen. En dan hoort ze van de verpleegkundige wel terug. Die dan ook aan de monitoren en alles kunnen aflezen. Dat iemands hartslag bijvoorbeeld rustiger wordt. Ja. Of ze ziet zelf dat de ademhaling rustiger wordt door de muziek. Nou, dat is natuurlijk prachtig. Ja. Dat je dat kan betekenen. Het is iets wat ik tegen leerlingen ook altijd zei. Van als mensen in een soort comateuze toestand zijn. Let op wat je zegt. Wat je doet. Ja. Want je weet nooit. Er kan heel veel binnenkomen. Ja. En dat is bij beeldende therapie natuurlijk wel even anders. Dan is het wel fijn als iemand wel bij bewustzijn is. Want schilderen naast iemands bed. We praten nou even over een paar situaties waar muziek... Ik denk dat jij in een verpleeghuis ook prachtig werk kan doen. Ja, nou, ik heb ook in het verpleeghuis gewerkt. En er zijn ook veel vaktherapeuten die in verpleeghuizen werken. Ja, en dat is prachtig inderdaad wat je dan kan doen met kunst. En iemand kan ook zelf dan weer creëren. Dus ja, dat is de kunstzinnige therapie, beeldentherapie kan prima in verpleeghuizen. Ja. We krijgen een seintje van Matthijs. Ja, ik zag het al in mijn ooghoek. Ja. We hebben nog een nummer staan, dat is Rollercoaster van Danny Vera. Ja. Zullen we na de pauze daar even over praten? Want ik denk dat we het anders niet halen. We gaan naar hem luisteren. Prima. Ja. Here we go on this roller coaster like we know, with those crazy highs and real deep lows. I really don't know why. And I will go to the farthest place on earth I know. Can't travel all the roads you see, 'cause I know you're there with me. You don't have to slow me down, 'cause I will always be around. I will find my way back home, where magnolia grows, where magnolia grows. But I guess you know why I do what I do and where I go. I try to fill that empty space inside, but I can't do that without you. You're even with me in my dreams. I see you sail the seven seas. I will try to find my way. You're always there tomorrow. You're always
dit is het tweede uur van Zorgzaam. En vanavond zijn we in gesprek met Yvonne Pleschier. Het is creatief therapeute in Lansingerland en nog veel meer. Daar gaan we het vanavond ook nog verder over hebben. En ja, dan moet je niet gaan lachen, Matthijs, dat ik even me in de tijd vergis. En dan ga je natuurlijk weer zeggen, dat is de leeftijd en zo. Ja. Ja, nee, maar het is vanavond. Yvonne, we kijken er even niet naar, vind je niet? Dat, Heerlijk, een beetje buiten de lijntjes. Oh ja, buiten de lijntjes, ja. Oké, tuurlijk. Dat hadden we ook al in het eerste uur over buiten de lijntjes. Maar we hebben al een heleboel gehoord in het eerste uur natuurlijk over jouw creatieve therapie. En wat je doet met kinderen, met volwassenen, met ouderen. Eigenlijk alle doelgroepen zijn bij jou welkom. En we zijn eigenlijk gestopt bij Rollercoaster van Danny Vera. Ja. En wil jij daar nog iets over zeggen? Nou, eigenlijk wel, ja. Het leven kan soms ook zo'n rollercoaster zijn, hè? En dat hoor ik heel vaak terug van patiënten in het ziekenhuis. Want ik heb dus 3 dagen mijn eigen praktijk in Lansingerland. Maar ik werk ook 2 dagen in het Erasmus MC Kankerinstituut. En dan, ja, patiënten met kanker. Dus dan krijg je zo'n diagnose. En dan stap je in zo'n rollercoaster. En je weet het gewoon vaak ook niet. En dan, ja, je moet maar gewoon erin mee. En het maar ondergaan. En dan krijg je weer een wending en een looping. En nou ja, dat hoor ik dan terug van die patiënten. Hoe ze dat zo ervaren. Een achtbaan ook vol emoties. Maar ook wat er allemaal op je afkomt qua onderzoeken en gesprekken. En dan moet je weer hierheen, dan moet je weer daarheen. En dat is gewoon heel heftig. Ja, dat zijn wel hele... Want dat ligt, vind ik, toch van een ander niveau, wil ik niet zeggen. Maar een andere aard dan problemen waar we het in het eerste uur over hadden. Wat natuurlijk ook problemen zijn, waar je ook hard werkt. Maar dit gaat over leven en dood. En ik denk... Daar zit wel een groot verschil. Ja. Is dat voor jou ook verschillend? Want dat zijn toch emoties die je mee moet nemen? Ja, ik zou dat denk ik ook niet 5 dagen per week kunnen. Om daar kunstzinnige therapeut te zijn in de oncologie. Want het zijn inderdaad, het is tussen hoop en vrees, tussen leven en dood. En op het moment dat je de diagnose kanker krijgt, dan is dat al meteen een link van, oh, mogelijk ga ik wel dood. En dat wist je al wel. Je weet natuurlijk altijd dat je een keer doodgaat. Ja. Maar op dat moment kan het wel eens ineens heel dichtbij zijn. En dan gaan mensen ook vaak piekeren van hoe kan het nou dat ik dit heb? En wat heb ik dan misschien, had ik misschien iets niet goed gedaan? Of mensen gaan heel erg nadenken van en proberen te begrijpen eigenlijk van wat hun is overkomen. En soms ook de meest gezonde mensen die altijd hebben gesport en zo. Je zegt, maar ik heb zo gezond geleefd en nu heb ik dit ook, weet je wel? Ja. En dan hoor je ook terug dat ze dat aan de arts vragen. En die zeggen, je hebt gewoon echt pech. Ja. En ga daar niet over nadenken. Jij hebt pech en we gaan er van alles aan doen om te zorgen dat je weer gezond kan worden. En dat je geneest. En daar gaan we gewoon voor met z'n allen. Maar al die emoties, maar ook dus dat mensen dan krijgen ze vaak een opname. Hè? Sommige mensen kunnen polyklinisch behandeld worden. Dus die gaan dan steeds weer naar huis elke dag. Dus ze komen alleen overdag. Maar er zijn ook afdelingen waar ik dan werk. Bijvoorbeeld hematologie liggen mensen soms weken opgenomen. Op een kamer waar de raam niet open mag. Dan heb je heel veel tijd om te piekeren. En ook de rol die wegvalt. Hè? Dus jonge moeders die dan... Je kan op dat moment geen moeder zijn. Nee. Je kan op dat moment ook niet werken. Hè? Dat is soms voor sommige mensen ook wel weer heel fijn. Als je een uitlaatklep hebt, valt ook weg. Er vallen heel veel rollen weg. En het enige wat je te doen hebt is het ondergaan en zo goed mogelijk volhouden. En hopen dat je steeds een beetje beter gaat worden. En uiteindelijk ook geneest. Maar ja... Er wordt heel veel gepiekerd. Dus. Ja, nee, maar dat is begrijpelijk. Maar dan kom jij daar binnen als kunstzinnig therapeuten. Ja. Krijg je die mensen aan de gang? Want ik denk dat je daar in eerste instantie wel het gesprek mee aangaat. Ja, precies. Ja, het is heel verschillend. Soms heeft iemand er zelf al over gehoord. En dan vragen ze aan de verpleegkundige. En dan kom ik langs.
Soms denkt de verpleegkundige van, goh, die meneer of die mevrouw, die ligt alleen maar een beetje in bed te liggen. Die zou eigenlijk een beetje in beweging moeten komen. Een reden hebben om uit bed te gaan. Of dat ze zeggen, die krijgt wel heel weinig bezoek. Nou, in deze coronatijd krijgt iedereen weinig bezoek. Maar sommige mensen zijn nog eenzamer. Ja. Ja, dus dan krijg je zo'n aanvraag of verwijzing. En dan ga ik inderdaad eerst kennis maken. En dan zeg ik, goh, ik ben Yvonne en ik ben kunstzinnig therapeut. En ik werk hier op donderdag en vrijdag. En bij de mensen die dat willen, kom ik op de kamer, gaan we tekenen en schilderen. En, maar heb jij al die tijd ook bij die mensen dan op die kamer mogen komen? Want ja, was natuurlijk toch, of moest je dan beschermende kleding aan? Nou ja, de mensen worden natuurlijk wel getest voordat ze worden opgenomen. Ja. En sowieso, we werken bijvoorbeeld nu met mondkapjes, sowieso standaard. En ook iedereen in het ziekenhuis draagt gewoon een mondkapje. En die mag alleen af als je achter een bureau zit. Dus dat is al heel prettig. Dat is een periode niet geweest, want toen waren er gewoon te weinig beschermingsmiddelen natuurlijk. En sowieso moeten we de afstand bewaren. En dat kan eigenlijk best wel goed met beeldende therapie. Mm-hmm. Ik bedoel, ik geef dan wel natuurlijk het materiaal aan. Maar vervolgens kan ik 1,5 meter minstens verderop zitten. Ja. Dus, en dat is geldt voor de muziektherapeut net zo. Mm-hmm. Maar wij zijn niet bij patiënten geweest die COVID-positief waren. Dus als iemand echt corona had en nog besmettelijk was, dan kwamen wij daar niet. Mm-hmm. Maar het gebeurde wel dat patiënten, en nog steeds, patiënten met kanker, die krijgen natuurlijk door de behandelingen bepaalde bijwerkingen. Nou, die staan ook op die COVID-lijst. Dus die moeten dan om de haverklap weer in een COVID-testisolatie. Ja. Dan kom ik er even niet. En dan is binnen no time natuurlijk ook wel duidelijk van, oh ja, het is inderdaad vanwege de behandelingen niet corona. Dus dan mag die er weer af. En dan mogen wij weer komen. Ja. En die behandelingen, die zijn wel allemaal individueel? Of, want je had het net ook over mensen die op de dag dan naar het ziekenhuis gaan. En die komen bij een dagbehandelcentrum. Ja. En in principe zou ik daar ook kunnen komen. Maar dat gebeurt eigenlijk heel weinig. Want ja, het is ook een heel hectische dag vaak. Maar deze mensen waar ik het nu over heb, die hebben een kamer alleen. Ja. En liggen ook in isolatie. Mogen ook dus ook niet hun kamer af en ook niet bij andere patiënten. Dus die krijgen een individuele behandeling. En dat is ook wel, of behandeling, individuele aandacht van mij. En dan gaan we tekenen en schilderen. En dan, dat is ook wel prettig. Want dan is ook, ja, kunnen ze hun verhaal kwijt zonder dat ze een ander daarmee misschien mogelijk wel tot last zijn. Ja. Dus, maar jij bent natuurlijk in jouw vak heel erg bezig met emoties en gevoelens. Dat zijn artsen ook, maar artsen hebben toch vaak een andere een soort bescherming, noem ik het dan maar. Die zijn natuurlijk wel betrokken bij de cliënt, maar ja, die zitten meer op het medische natuurlijk. Ja, hè? En dat zie je ook wel bij patiënten. Want het gebeurt regelmatig dat ik bij een patiënt ben op het moment dat de arts een visite loopt. Ja. En dan zie je soms dat die patiënt ook even op dat moment weer uit dat gevoel gaat en in het hoofd gaat zitten, want die arts gaat iets vertellen en dan moet je goed opletten en dan moet je die vragen stellen en dan krijg je misschien ook bloedwaardes te horen. En ja, dan blijft het soms een beetje op dat gesprek, een beetje informatieuitwisseling en dergelijke. En dan gaat zo'n arts weer weg en dan zakt zo'n patiënt weer een beetje naar dat gevoel. Want bij mij maakt het ook allemaal niet zoveel uit of je het nou wel of niet onthoudt. Maar als die arts komt, dan wil je dat natuurlijk allemaal wel weten. Dus de gesprekken zijn daadwerkelijk anders. En het maakt ook denk ik uit of je blijft staan terwijl je met de patiënt je gesprek hebt en die patiënt zit of ligt in bed of zit aan tafel of dat je er even bij gaat zitten. En het maakt ook uit. De witte jas maakt gewoon sowieso uit. En ik kom gewoon in mijn gewone kleding. Ja. Nu wel met mondkap, dus dat is wel een beetje minder persoonlijk. Maar je kunt al vrij snel toch redelijk op het persoonlijke vlak. Maar wat doet dat met jou? Want je praat ook over je jonge mensen, waar je dus ook mee in contact komt. Ja. Een moeder die ook niet weet hoe het gaat in de toekomst. Ja. Hoe neem je dat mee? Ja, het is eigenlijk het mooiste. Dan krijg ik kriebelhoest. Geen corona, maar het is kriebel. Het is eigenlijk het mooiste als je het niet meeneemt. Maar dat is natuurlijk heel moeilijk. Ik doe dit werk inmiddels al 10 jaar. Tenminste, 10 jaar geleden was ik stagiair. Het is best wel pittig. En vooral jonge mensen, jongvolwassenen, die maken wel heel veel indruk op mij. In hun
ja, in hun verhaal en hoe ze in het leven staan. En ook het contrast, zeg maar, van zo'n jong volwassene ten opzichte van leeftijdsgenoten. Dus dat leeftijdsgenoten hun leven gaat wel door. Ja, nu is door die corona helemaal anders. Maar even als we de corona wegdenken, leeftijdsgenoten gingen op reis, ja, studie, relaties. En bij jong volwassenen die een vorm van kanker krijgen, ja, dan is dat ineens een heel ander verhaal dan. Ja. Ja, je was eigenlijk misschien wel bezig met je losmaken van je ouders en uit huis gaan en zelf, hè, de wereld intrekken. En op zo'n moment, ja, wordt dat gewoon anders. Ja, we hadden het voor de uitzending even met elkaar ook over Aya. Dat ja, ken jij. Dat is een platform van jongvolwassenen met kanker of die kanker hebben gehad. Ja. En wat jij nu vertelt, dat herken ik heel erg uit hun verhaal. Want we hebben ze ook een keer in de uitzending gehad. Dat je inderdaad met al die vragen zit. Van ja. Precies. Mijn haar valt weg. Ja. Hoe zit het met mijn relatie? Mijn, ja, seksualiteit. Ja, klopt. Kan, ja, ik weer sporten? Kan werk, ik wel verzekering, hè, krijgen? Werk, al dat. Ja. Ongelooflijk veel vragen, ja, waar je mee te maken, ja, krijgt. Nou, zo is er bijvoorbeeld ook één patiënt en die is al een poosje klaar met haar behandelingen. Maar ja, die zou eigenlijk wel weer zijn leuke man willen ontmoeten. Ja. Maar ze heeft echt geen enkel idee. En dan kan ik me zo voorstellen, wanneer ga je dan vertellen dat je zo ziek bent geweest, ja, en welke gevolgen je nog meedraagt? Hè? Want als je bijvoorbeeld, ja, als vrouw onvruchtbaar bent of je mist misschien een borst of, hè, op welk moment vertel je dat? Ja, ja, lijkt me ook heel ingewikkeld. Ja. En ik ontmoet dus best wel veel jongvolwassenen die nog in dat stukje zitten, in het hele begintraject. Hè. Ze hebben de diagnose gehad en ze gaan die behandelingen in. Dus dan zijn ze nog niet zo met die vragen bezig. Maar er speelt wel van alles. En ik probeer dan ook met ze mee te denken. En ik geef ook ideetjes aan van, goh, je kan deze kamer ook echt jouw kamer maken. Neem gewoon foto's mee van thuis. Hang hem vol met kaarten. Maak er echt jouw kamer van, jouw plekje, zodat wij echt bij jou op bezoek komen. En dat je ook zult merken dat de gesprekken die je in deze kamer hebt met wie dan ook langskomt, met van de koffiejuffrouw tot en met de arts, tot de verpleegkundige, dat die dan ook echt gaan over jou. En over misschien wel de foto's die er hangen of de tekeningen die er hangen. Ik kan me wel voorstellen dat je daar toch in moet groeien als je dat werk in een ziekenhuis gaat doen. Klopt, en, ja. In het begin dan sta je natuurlijk heel onhandig daar misschien tegenover. Of ja. Eigenlijk met vragen. En, ja, ik moest mijn beroep gewoon ook nog een beetje ontdekken. Want ik was stagiair en ik dacht, ja, ik heb nu wel leuk dingen geleerd. Maar hoe ga ik dat hier doen? Ja, ja. En daar groei je inderdaad vanzelf steeds meer in. En als ik dan zo terugkijk, dan denk ik, ja, ik ben nu echt wel veel steviger daarin. En ik merk ook dat de gesprekken ook veel dieper gaan eigenlijk. Dat kan je het loslaten ook? Ja, dat is best pittig hoor. Ja. Soms merk ik ook gewoon echt dat mijn hoofd vol zit. En dat ik denk, ik moet nu geen nieuwe sessie meer inplannen. Hooguit nog even met iemand kennis maken. Maar dan spreek ik gewoon af, goh, laten we dan volgende week starten. Ja. Dus ik probeer daar echt ook mijn grenzen te bewaken. Want 2 dagen is natuurlijk niet zoveel. De hoop is natuurlijk dat we op een gegeven moment 5 dagen vaktherapie hebben. Ja. wat heel fijn voor mij is ook, weet je, lekker even naar huis fietsen in mijn eentje. En dan ook mijn hoofd proberen leeg te fietsen. En ook sport, hè, yoga vind ik heel fijn om te doen. Je moet natuurlijk inderdaad ook goed voor jezelf zorgen. Ja. Maar als ik de situatie in het ziekenhuis voorstel, kan ik me ook denken van, je hebt een vrij solistisch vak, ja, eigenlijk. Ja. Hè? Die verpleging en die artsen, die zullen overleg met elkaar hebben. Team, ja, je bent een team en daar kun je ook, hoop ik, met je emoties ook, ja, bij elkaar ja, terecht. Ja, dat is bij jou anders. Ja. Deels. Dat solistische vind ik heel fijn. Want ik kan gewoon zelf bepalen wat ik doe en hoe ik mijn dag indeel en dergelijke. Maar ik ben natuurlijk ook wel onderdeel van het team op die afdeling. Dus ja, als ik een ontmoeting heb gehad met de patiënten en het heeft nogal indruk gemaakt. Ja, dan zoek ik de verpleegkundige op die voor haar zorgt. Ja, ja. Of voor hem zorgt. En dan vertel ik het ook en dan delen we het. En we hebben best wel veel van die wandelgangen, gesprekjes onderling. Even over een patiënt, even
nou ja, ook wel ontladen bij elkaar. Ja. En ik zie het ook wel aan verpleegkundigen als het best wel intens is. Dan maak ik het ook bespreekbaar. Goh, is met jou. En, nou, dat is heel belangrijk. Ja. En op vrijdag werkt de muziektherapeut ook. We werken allebei 2 dagen. En de vrijdag is onze overlappende dag. En dan kunnen we ook wel veel aan elkaar hebben. Dus dat is ook wel heel prettig. Ja. Dat je dan gewoon even ook bij elkaar terecht kan. Dus, en daarnaast, we hebben ook natuurlijk allemaal, dat moet vanuit de beroepsvereniging, heb je intervisie. Dus je kunt ook nog bij collega's terecht die een totaal andere werkplek hebben, maar misschien ook allemaal wel in de oncologie. En dan kun je ook eens zo'n casus inbrengen en ook wat het met je doet. En, Ik vind het wel heel, tenminste het lijkt mij heel leuk wat jij doet, de variatie. Ja. Dus je eigen praktijk, het ziekenhuis. Ja. Ook verpleeghuis. Doe je ook nog of is dat nu? Nou, op een gegeven moment dacht ik 2 werkgevers en eigen praktijk. Misschien moet ik een beetje iets beter gaan doseren en ook wat zelfzorg doen. Ja. Dus toen heb ik het verpleeghuis laten gaan. Ja. Ik kom nog wel af en toe in een verpleeghuis, maar dat is meer ZZP'er in de Oudelandse Hof in Berkel en Roderijs. En daar mag ik dan kunst kijken doen met mensen met dementie op de dagbesteding. Ja. Dus word ik af en toe ben ik nog eens te gast in het verpleeghuis. Dat vind ik heel leuk. Nog heel even over hebben. We gaan nou weer even naar de muziek. Ja, laten we en, dat doen. Lady Gaga en Bradley Cooper, Shallow. Eerst naar luisteren? Laten we dat doen. Oké. Okay. Tell me something, girl. Are you happy in this modern world? Or do you need more? Is there something else you're searching for? I'll fall in all the good times I find myself longing for change, and in the bad times I fear myself. Tell me something, boy. Aren't you tired trying to fill that void? Or do you need more? Ain't it hard keeping it so hardcore? I'm falling. In all the good times I find myself longing for change. And in the bad times I fear myself.
Ja, Yvonne, we hebben het er net even voor dit lied gehad over jonge mensen met kanker. Je krijgt daar steeds wel meer over te horen. In die zin dat het een toch wel een eigen onderscheiden groep geworden is. Ja, zowel medisch. Hè, de jongvolwassenen zitten echt anders in elkaar lichamelijk. Ja. En die krijgen dan ook een andere aanpak dan zeg maar de wat oudere volwassenen. En ook dan kinderen natuurlijk. Maar ook de vragen en de levensvragen die ze hebben. Van wie ben ik en wat wil ik? En wat wil ik hierna? En op zoek naar hun nieuwe versie. Ja. Ja, en die levensvragen, dat vond ik eigenlijk wel heel mooi in dit liedje ook van Lady Gaga en Bradley Cooper. Van wie ben ik en wat wil ik? En, met die vraag word je natuurlijk behoorlijk geconfronteerd op het moment dat je de diagnose krijgt. En dat je in zo'n behandeltraject zit en dat op een gegeven moment, dan is het ook weer een beetje vooruitkijken. En wil ik dan nog wel wat ik deed? Maar en hoe wil ik dat dan? En kan het nog? Kan het nog überhaupt? Ja. En soms worden mensen ook ontslagen of gaan relaties stuk. Want door zo'n heel ziekteproces kun je ook zelf heel erg veranderen. Of een stukje in jezelf ontdekken wat je nog niet wist. Dus er kan van alles gebeuren. Het is gewoon echt zo'n crisis. Ja, inderdaad heel heftig. En we hebben het net over AYA gehad. En AYA, dat is adolescent en jong adult. En die groep, die afgevaardigden van die groep hebben we ook een keer in de uitzending gehad. En die hebben die vragen hier natuurlijk ook met ons besproken. Maar daar ben jij als kunstzinnig therapeut dus ook mee verbonden. Ja, heel mooi eigenlijk. Want ik kreeg ineens een mailtje van Trix Marinissen. En ik dacht, en er stond iets in over een retreat. De Soul Search Foundation. Dus dacht ik, wauw, wat bijzonder, want ik had al, dat was in maart dat ze dat mailtje stuurde, begin maart. En ik had al wel een beetje zo rond de jaarwisseling zo zitten bedenken. Ik zou het wel leuk vinden om eens een keer als kunstzinnig therapeut misschien wel iets met retretes of zo te gaan aanbieden. Dat leek me wel leuk en ik zat er al een beetje over te filosoferen. En op een gegeven moment kwam haar mail en toen hebben we ook gebeld. En toen zei ze ook van ik heb zelf als jong volwassene borstkanker gehad. En ik heb eigenlijk best wel een stuk nazorg gemist. En daar moest ik zelf naar op zoek. En zij had het dan over coaching. Ze was zelf yoga-docent. Dus yoga zag ze ook heel veel, ziet ze heel veel mogelijkheden in. En toen dacht ze ook aan kunstzinnige therapie, beeldentherapie. Dat hadden haar kinderen ook onder andere gedaan. En zei ze, hoe mooi is het als je een soort mix van die drie kan aanbieden aan jongvolwassenen en ze ook even uit hun dagelijkse leven kunt halen en in een week tijd een programma kunt aanbieden met yoga, coaching en dan kunstzinnige therapie op een plek even uit hun dagelijkse leven. Bijvoorbeeld, het idee is Portugal. En dat ze daardoor handvatten krijgen om een stuk te verwerken van waar ze doorheen zijn gegaan, wat hun is overkomen, maar ook stil te staan en ook weer vooruit te kijken. En dan handvatten te hebben van, als ik dan weer mijn leven ga oppakken, dan kan ik misschien daar met een coach terecht en die kan me misschien dan helpen op het gebied van werk. Of misschien is er iemand die zegt, die beeldentherapie, die vaktherapie vind ik, dat past wel bij mij. Daar wil ik mee verder. Of ook de yoga. Met yoga ga je natuurlijk heel sterk met je lichaam aan de slag. En als je ziek bent geweest, operaties hebt gehad door chemo, kan je lichaam heel anders natuurlijk zijn en anders aanvoelen. Dat je eigenlijk op het gebied van met hoofd, hart en handen, dat is het eigenlijk, door zowel de yoga als de coaching als de kunstzinnige therapie, kun je weer een stukje bij jezelf komen en vooruitkijken. Ja. Dus, en wat is jouw rol in zo'n week? Jij gaat mee. Ja, het idee is, eigenlijk wilden we natuurlijk dit jaar al gaan, hè, in oktober. Ja. Dat was ons eerste plan, maar dat hebben we even moeten uitstellen. Ben je al eens mee geweest? Of? Nee, het is echt een nieuwe stichting. Ja. En pas echt dit jaar, eind vorig jaar opgericht. Dus
Het plan was om dit jaar de eerste week te hebben. Maar ja, dat wordt volgend jaar juni. Ik zal vooral met groepen gaan werken. En dat vind ik heel leuk. Want in het ziekenhuis werk ik natuurlijk heel veel individueel. Mm-hmm. En in een fase dat ze net de diagnose hebben en in een behandeltraject zitten. En nu kan ik met groepen werken in de fase dat de behandelingen achter de rug zijn. En ze de stap weer gaan maken naar het leven en een stuk verwerking. En ja, dan ga ik gewoon beeldende therapie geven. Dus ik ga aan de slag met klei, met schilderen, pastelkrijt. Allerlei verschillende beeldende materialen. Waarin de deelnemers worden uitgedaagd. En ook wel dingen gaan ervaren. En ook van elkaar ook horen hoe ze iets ervaren. Ik denk dat het een heel bijzondere ervaring zal zijn als je zoiets meemaakt. Als je een week met die mensen bezig bent. Waar je al hun vragen tegenkomt, hun emoties, maar toch ook het plezier wat je dan toch nog met elkaar kan hebben. Ja. Ik denk dat dat heel veel indruk zal achterlaten op het moment dat je daarbij betrokken bent. Ja, ik vind het echt prachtig om zo, met deze doelgroep. Ja. En ik zie ook een heel sterke rol in het lotgenotencontact wat ze tijdens zo'n week hebben. Ja. Want zo'n heel proces, zo'n behandeltraject is heel eenzaam. Kijk, je komt wel andere patiënten tegen, maar je zit allemaal nog in een soort overleefmodus. En als je het allemaal achter de rug hebt en je ontmoet anderen die een soort gelijk iets hebben meegemaakt. En je kan van elkaar horen hoe je het hebt beleefd en ook waar je nu nog tegenaan loopt. Ja, dat kan heel veel goed doen. Wat jij nou zegt, dat hadden wij dus inderdaad toen dat die jonge vrouw van Aya die hier in de uitzending is geweest. Met de directeur van Aya. Dat was dus ook een jonge vrouw die kanker had gehad. En toen ze in het ziekenhuis lag. Want dat verhaal is me zo bijgebleven. Daarvoor heb ik haar gevraagd ook in de uitzending te komen. Dat ze daar vertelde. Ja, dan lig je in dat ziekenhuis. Tussen allemaal oude mensen in. Je hebt heel veel vormen van kanker natuurlijk. Maar, ik was een uitzondering. Ja. En zij had het over hun kleinkinderen, over hun pensioen, over een tweede huis in Spanje misschien, weet ik veel wat. Ze zegt, maar dat waren niet de vragen waar ik mee zat. Nee. En dat Aya was toen natuurlijk een uitkomst. En eigenlijk wat je nou net zegt, dat lotgenotencontact. Ja. Ik dacht dat wel hele bijzondere banden kan opleveren. Ja. Ook heftig, want je ziet natuurlijk ook vrienden en vriendinnen op een gegeven moment wegvallen. Dat anderen kan die gebeuren. Genezen. Ja, ja. Dat kan. Ja. Ja, en ook wel heel, heel, heel mooi, heel steunend. En wat er nu gelukkig ook al is, zijn dan die platforms bestaan al. Dus mensen kunnen al online met elkaar contact hebben. Uh-huh. Hè, dat gebeurt er bijvoorbeeld ook al binnen het Erasmus MC. Dat er een Facebookgroep is, een besloten Facebookgroep van Aya's. En dan kun je je vragen kwijt en ook van andere dingen lezen. Ja. En ik merk wel dat dat fijn is voor patiënten om te weten dat het bestaat. En dat ze dus niet de enige zijn. Ja. Want die vraag krijg ik regelmatig van Aya's. Van ben ik nou de enige die zo jong is, hè, die hier ligt? Ja. En zeg ik, nee, op de hematologie gebeurt het dus regelmatig. Zeg, je bent echt niet de enige. Nee. Maar ik kan me wel voorstellen dat je die vraag hebt. Ja, ja. Ja, want je ziet natuurlijk geen andere mensen. Moet ik eigenlijk ook een beetje aan jou denken, Matthijs. Want jij bent natuurlijk ook jong getroffen door een hersenbloeding. Ja, 15. Ja, 15 was je. En dan had je toch ook heb je daar je vriendschap aan overgehouden? Je hebt ook jonge mensen misschien ook dood zien gaan of zo? Of, nee, helemaal niks. Toen bij hoe heet die jongen die piano speelde bij jou in dat groepje toen? Ik weet even niet. Bij Midin. Ja, je deed jij het geluid. Ja, maar dat is al lang. Ja, dat is lang geleden. Maar heb jij daar vriendschappen aan die tijd overgehouden of dan niet echt? Want het ziekenhuis? Nee. Nee, nee. Nee. En de revalidatie? Nee, ook niet. Echt. Was je misschien te jong of zo nog? Dat, ja, het was. Zestien, dus dat kan ook weer een andere levensfase. Ja. En soms kan het ook weer verschillen. Bij oncologie is die behoefte wel heel groot, weet ik. Dus fijn dat er is. En bij het Erasmus MC werk ik niet alleen in de kliniek, maar we hebben ook PATIO, dat is het Patiënteninformatiecentrum Oncologie. Dat is een beetje een soort inloophuis.
En daar komen ook wel veel patiënten met elkaar in contact. En dan ontmoeten ze andere patiënten bij een workshop. Of gewoon als ze allemaal even zitten te wachten voor de volgende polyafspraak. En dan merk je al wel dat die behoefte aan lotgenotencontact is... Dat kan me heel goed voorstellen. Die is heel groot. Ja. Ja, maar soms ook wel dubbel. Want er zijn ook patiënten die willen juist... Want ik zit wel eens van... Goh, zullen we dan niet eens groepstherapie ook doen? Hè, met een groep kunstzinnige therapie. En sommige patiënten zeggen ook van... Ja, ik vind eigenlijk die individuele aandacht wel fijn. Want dan kan ik gewoon echt mijn eigen verhaal kwijt. En hoef ik van de ander nog niet te horen. En dat, ja, dat is ook waar... Een beetje een beetje balanceren. Precies. Het is wel heel boeiend, maar het vraagt ook veel energie, begrijp ik. Ja. Wel. Dat kan niet anders. Ja, nou ja, en ik. Het geeft misschien ook energie. Het geeft ook energie. En ik doe dit natuurlijk niet 5 dagen. En ik geef niet 5 dagen lang therapie. En dat is misschien ook wel een mooi bruggetje naar het volgende. Want ik doe ook wel eens gewoon een project. En zo is een project met in de gemeente Lansingerland kunst kijken. En dat heb ik, in Lansingerland, de gemeente, die had als speerpunt van God de samen aanzet, eenzaamheid aanpakken. En nou ja, daar kwam ik ook bij in die werkgroep. En over nadenken. Toen zei ik, nou, maar ik weet wel wat. Zullen we daar dan even naar het volgende nummer over? Ja, want dat anders, is een heel goed idee. Ja, dan, want over eenzaamheid, de Starry Starry Night van Don McLean. Dat gaat natuurlijk over de eenzaamheid van Theo van Gogh. Die zal ook wel eenzaam geweest zijn, denk ik. Ja. Maar de schilder van Gogh, Vincent. Ja. En daarna praten we gewoon even verder. Starry Starry Night, paint your palette blue and gray. Look out on a summer's day with eyes that know the darkness in my soul. Shadows on the hills, sketch the trees and the daffodils. Catch the breeze and the winter chills in colors on the snowy linen land. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now. Starry, starry night, flaming flowers that brightly blaze, swirling clouds in violet haze, reflect in Vincent's eyes of china blue, colors changing hue. Morning fields of amber grain, weathered faces lined in pain, are soothed beneath the artist's loving hand. Now I understand what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they did not know how. Perhaps they'll listen now, for they could not love you, but still your love was true. And when no hope was left in sight on that starry, starry night, you took your life as lovers often do. But I could have told you, Vincent, this world was never meant for one as beautiful as you. Starry, starry night, portraits hung in empty halls, frameless heads on nameless walls, with eyes that watch the world and can't forget, like the strangers that you've met. The ragged men in ragged clothes, a silver thorn, a bloody rose,
lie crushed and broken on the virgin snow. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never will. Ja, dat ging over de eenzaamheid van Vincent van Gogh. Het is inderdaad een mooi liedje, want kunst was voor hem een prachtige uitlaatklep om... Ja. Invulling te geven voor de depressieve gevoelens die ken je daar dat had. Levensverhaal ook van? Nou, ik ken nee niet uit den treuren. Ik weet wel het oor wat eraf was en de schilderijen. Ja. Maar echt het levensverhaal weet ik niet van hem. Ja, want voor hem was er een ouder broertje eigenlijk. Mm-hmm. En die heette Vincent. En die is dus eigenlijk op hele jonge leeftijd overleden. En de moeder... van Vincent, dus die kon dat niet goed verwerken. En toen kwam Vincent en die werd dus hetzelfde genoemd. Ja. En die kreeg eigenlijk daarmee een soort zwaarte, een soort ballast mee. En daar heeft hij toch wel, heeft wel heel, voor een heel groot deel zijn emoties waarschijnlijk ook wel bepaald. Ja. En, Ja, maar ik denk inderdaad dat ervaringen uit je jeugd, dat die heel bepalend zijn van hoe jij later... Ja. In het leven staat. Ja. Je neemt het hoe dan ook mee. En, klopt, ja. Ja, dat zijn ervaringen die je gehad hebt. Die heel simpel, ik vertelde net aan je dat mijn vader vroeg was overleden. En toen mijn kinderen de leeftijd hadden, toen dat gebeurde met mijn vader. Toen kwam bij mij eigenlijk het verdriet pas echt over. Ja, dat zie je echt veel. Dan ben je kind, dan ga je verder spelen. Ja. En je weet, het gebeurt. En natuurlijk weet je ook dat je daar verdriet over hebt en dat je stil moet zijn. Maar goed, het gaat niet om dat hele verhaal nou te vertellen. Maar het komt op een gegeven moment. Ja, ik denk op het moment dat je eraan toe bent om er iets mee te kunnen doen, dan komt het weer. Dan dient het zich weer aan. Ja. En dan, ik heb ook wel eens een vrouw in de praktijk gehad. Ze zei, toen kreeg ik een beroerte. Toen werd alles opgeschud. En toen kwam alles weer boven. En nu moet ik er wat mee. Ja, en er werden alle weggestopte trauma's kwamen zo één voor één naar boven. Ja, dat is prima. Ja, ja natuurlijk. En hoe ouder je wordt, hoe meer je natuurlijk ook meemaakt en hoe meer je ervaart natuurlijk. Dus dat... Maar we hadden het zo over de kunst natuurlijk, voordat dat liedje kwam. Want ik geef hier in Lansingerland ook de cursus Kunst in de Biep. Ja. In samenwerking met Bibliotheek Oostland. En die is mede mogelijk gemaakt door de... Is dat in Berkel? Nou, we hebben eigenlijk alle locaties al een keer gehad. We hebben twee keer in Bleiswijk gehad. Één keer in Berkel en één keer nu in Bergse Hoek. En dat is vanuit de gemeente wordt dat gefinancierd vanuit de pot Samen Aanzet. Kom maar bij. En het heeft een soort preventief karakter. Want ze hebben van alles wat ze vanuit dat budget willen financieren. En het is eigenlijk bedoeld om mensen met elkaar in contact te brengen. En op een leuke manier of op een fijne, betekenisvolle manier ook met elkaar iets te kunnen doen. En wat zijn dat voor mensen? Waar komen die vandaan? Het is heel verschillend, want we hebben wel eens gewoon allerlei samenwerkingspartners gevraagd. Dat kunnen ook maatschappelijk werkers, psychologen, mensen van Humanitas, van de thuiszorg gevraagd. Van, kijk nou eens goed, bij wie zou dit kunnen passen? Mm-hmm. Maar er staat ook af en toe eens een stukje in de krant als er weer zo'n cursus is. En dan merken we eigenlijk dat de meeste mensen wel via de krant erop gekomen zijn. Of via de nieuwsbrief van de bibliotheek. En dat is eigenlijk wel prima. En dan hebben ze wel zin. Die cursus heet Kunst in de Biep. En we gaan dan ook echt kunst kijken. Het gaat niet om kennis. Het gaat gewoon echt om het samen ontdekken. Wat je in kunst kunt zien. En ook mindful kijken. Dus ook lang de tijd nemen. Want ik weet niet of je wel eens naar een museum gaat. Maar niet echt heel regelmatig. Nee, nu kan het ook even niet natuurlijk. Nee. Maar de meeste mensen staan maar zo kort voor een schilderij. Of ze beginnen eerst met het lezen van het bordje. En kijken dan of ze dat zien en door. Er is ook vaak te veel te zien. Te veel, ja.
Ja, en nou ja, eigenlijk is het dan handig om gewoon een keuze te maken en niet alles te willen zien. En sommige dingen wat uitgebreider en misschien het bordje nog even laten. Eerst maar eens kijken. Maar bij die cursus heb ik dan een aantal schilderijen die ik dan niet echt natuurlijk, dat kan niet. Maar die projecteer ik dan op de televisie en dan gaan we gewoon eens kijken. En dan zeg ik, de eerste stap is dan van, nou, neem eens even de tijd om naar deze afbeelding te kijken. Nou, dat doet iedereen dan in stilte. En dan na 30 seconden, een minuut, vraag ik dan van, goh, wat gebeurt er hier op deze afbeelding? Nou, dan noemt iemand iets wat hij dan ziet. En dan ga ik eigenlijk vooral vragen stellen van, goh, je zegt dat je een gezelschap ziet, een aantal mensen. En je doet een uitspraak over de sfeer. Je zegt, het zou wel eens gezellig kunnen zijn. En dan vraag ik van, waaraan zie je dat? En soms zie ik dingen ook wel, maar daar gaat het niet om. Het gaat om de uitnodiging om steeds te blijven kijken, met elkaar te ontdekken. En dan gaat iemand vertellen waar hij dat dan aan ziet. En dan zegt een volgende, nou ja, ik zie eigenlijk dit of dat. En dan ben je dus met een groep, ben je zo'n kunstwerk echt aan het ontdekken. En hoe groot is zo'n groep dan meestal? Nou, nu is er een groep van 12 deelnemers. Ja, dus dat is echt wel redelijk aan de maat. En dan kunnen we zelfs nog echt de afstand houden in die ruimte. Ja, ja. Dus dat is heel fijn. Ja. Maar het is ook wel eens een groepje van 6 geweest. Ja, ja. Dus het wisselt een beetje. En het is ook gewoon heel bijzonder dat als je een poosje dan met elkaar zo'n kunstwerk aan het bekijken bent, dan gebeurt er ook iets met je. Want het zou zomaar kunnen dat je dan ineens een detail ziet wat je in eerste instantie helemaal niet had gezien. Of dat je er stellig van overtuigd was dat er iets te zien was. Terwijl de ander zegt, nee, ik zie dat helemaal niet. Ik zie het zus of zo. Hè, dus het kan bijvoorbeeld een hondje of een kat of zo. Dat verschil al zijn. En het kan ook zijn dat je een kunstwerk wat je in eerste instantie helemaal niks vond, ineens toch gaat waarderen. Dus het is voor heel veel mensen een ontdekking. Dat je er anders naar kijkt, ja. Over 2 weken krijgen wij hier vluchtelingenwerk in de uitzending. Zoiets zou voor zo'n groep mensen ook wel eens wat kunnen zijn, denk ik. Zeker. En het voor vluchtelingenwerk kan me ook nog voorstellen dat het voor hun ook nog een heel stukje taaluitbreiding is. Ja, want op het moment dat ik dan voor zo'n groep sta en dat zeg maar begeleid, dan probeer ik ook in de taal daarin te variëren. Dan zegt iemand van, nou, ik zie een man en een vrouw. Ik zeg, nou, je doet een uitspraak over 2 personages. Dus dan probeer ik andere taal te pakken. Dus ik kan me dat heel goed voorstellen dat heel leuk kan zijn. En dat je via het kunstwerk met elkaar in gesprek kunt raken. En iets over de ander ook weer leren. En iets over jezelf. Tot nu toe zijn de ervaringen van de deelnemers heel enthousiast. En hebben ze echt zoiets van, nou, we hopen dat het nog door kan gaan. Heb je een paar sessies gehad of zo? Ja, we hebben nu zijn we bezig met de 4e pilot. We zijn vorig jaar hebben we er ook al 2 gedaan. En nu is de 4e. En we hadden nog 1 bijeenkomst, maar die hebben we even uitgesteld. Hè, want de bibliotheek is natuurlijk nu dicht. Maar die komt wel over een aantal weken, komt die laatste bijeenkomst. Ja, en er zijn al wel plannen, want dat kunstkijken, dat valt wel heel erg in de smaak in deze gemeente. Men ziet wel wat het kan doen. En ook voor de sfeer. En mensen doen het niet alleen daar, maar die nemen het ook mee naar huis. En die gaan thuis met de mensen om hen heen dat ook weer doen. Ja. Van, goh, zou ik, want ik geef ze ook tips mee. Een soort sneeuwbaleffect. Precies. Precies. Dus er zijn allemaal al plannen om dat ook in 2021 nog te continueren. Ja. Dus Er valt wat dat betreft inderdaad ook het een en ander nog te ontwikkelen en te verdiepen. Mooi. En het is ook het leuke dat contact binnen de gemeente kwam er op een gegeven moment ook een vraag van doel, GGZ. Van, goh, kan je dat ook niet iets bij ons doen? Nou, de gemeente vond dat prima. Dus daar heb ik in januari, februari ook een aantal keer kunstkijken kunnen doen. En dan zet je het net weer even anders in. Toen gingen we meer met bijvoorbeeld het impressionisme of het expressionisme of symbolisme of surrealisme. Dus gingen we meer naar de stromingen zonder dat ik dat erbij vertelde. Had ik gewoon een aantal werken die dan per keer daarin pasten. En die gingen we met elkaar onderzoeken en ontdekken.
Dus, en dat werden ook hele leuke gesprekken eigenlijk. Ja. En je zag echt mensen genieten. En ik doe het ook in de Oudlandse Hof. Nu weer een aantal keer. Ik heb dat al eerder een paar keer gedaan. En dat is bij mensen met dementie. Ja. Dus dan kijk je weer op een andere manier. En dan zegt iemand soms 10 keer hetzelfde. Nou, dan elke keer vraag ik weer terug van... waaraan ziet u dat? Je krijgt gewoon ontzettend leuke gesprekken. Je ziet mensen ook echt genieten. En bij de Oudlandse Hof merk ik ook dat er komt ineens heel veel kennis naar boven. Echt wat mensen misschien wel helemaal de weg gestopt, niks mee deden. En ineens van, is het van Gogh? Ja. Of is het van Monet? Klopt dat? En dan ga ik natuurlijk ook wel een stukje informatie geven. Mm-hmm. En dan merk je dat mensen heel enthousiast worden. Ja, ja, het is heel bijzonder. Hè? Ja, wat dat betreft kan je heel bijzondere ziektebeelden hebben. Ja. Juist ook in zo'n verpleeghuis. Ja. Ja, en je ziet dan ook echt iets gebeuren in die ogen bij die mensen met dementie. We hadden eerder in de uitzendingen over wat muziek natuurlijk kan doen. En bij dat kunstkijken zie je echt weer zo die twinkeling aangaan. Je ziet enthousiasme en mensen die eigenlijk heel onrustig kunnen zijn en de neiging hebben snel weglopen of afdwalen, kunnen gewoon een uur stilzitten en geboeid kijken. Ja. En ook dingen zeggen waarvan je denkt, wow, weet je wel. Dus dat is echt... Het is geweldig ook om te ontdekken dat er toch veel meer in die mensen zit dan dat vaak bekend is. Ja. Ja. Want dat is toch eigenlijk... Ja, of wat binnen de huidige aanpak misschien er niet naar boven kan komen. Nee. En via zo'n soort methodiek weer wel. Dus dat is... Dat is wel een hele leuke... Je geeft inderdaad wel een beeld van de kunstzinnig therapeut. Iets wat ontzettend breed is en ontzettend breed ingezet kan worden. Ja. We gaan al een klein beetje naar het eind van de uitzending. Nog niet helemaal, maar we hebben ook nog wat muziek. En dat vond ik wel heel grappig. Vivaldi, moet ik het in het Engels zeggen? Ja. Variation. Ja, ik denk het. Vivaldi Variations. Ja, het is wel een Duitse man, geloof ik. Florian Christel. Variation. Ja. Ik heb dat nummer gekozen omdat ik zelf ook eens een cursus doe wat ik leuk vind. En ook gewoon zelf, omdat je niet alleen maar voor anderen moet zorgen, maar ook voor jezelf. Heb ik een poëziecursus gedaan in het voorjaar. En toen online was dat. En het was een van de opdrachten van zoek nou eens een klassiek muziek, of in ieder geval een akoestisch muziekstuk. En ga er eens een gedicht op schrijven. Dus toen heb ik een gedicht geschreven op dit muziekstuk. Want dit sprak me wel heel erg aan en ik word er heel rustig van. Dus, en dat gedicht heb je bij je? Heb ik bij me, Gaan we eerst naar de muziek luisteren? Ja, dan gaan we dat doen. De Vivaldi Variation
Florian Christie. Christel. Christel. Ja. Oh, nou, ja. Oké. Okay. Maar ja, het mooi. Ik ja, kende het niet. Ja, maar Vivaldi is natuurlijk toch wel heel mooi om te horen, vind ik. Ja. Ja. Maar dan heb jij een gedicht, dat heb jij zelf gemaakt? Ja. Ja. En vertel er iets over. Kan dat voor het eerst voorlezen? Dat maakt me niet uit. Nou, ik kan wel eerst wel vertellen. Ik heb natuurlijk eerst gezocht van welke muziek wil ik dan wat over schrijven. En ik merkte dat deze muziek, die zette mij echt een beetje stil. En die bracht me het hier en nu en echt even rust. Nou, dat vond ik wel fijn. In het voorjaar was het natuurlijk best wel een stressvolle tijd. Ook door heel die corona. Ja, ik werkte natuurlijk gewoon in het ziekenhuis. Dus je krijgt er een hoop van mee. Dus dit bracht mij wel echt in een soort rust. En toen dacht ik, ja, hoe kan ik nou muziek omzetten in taal? En toen heb ik echt gewoon gezocht. En hier ben ik op uitgekomen. Wit en zwart getoetst. Kleurrijk gestemd. Warm en donker gedragen. Licht en zwierig opgetild. Je neemt me mee en zet me neer. Dansend in de regen, fladderend naar de zon, zwevend door de tijd, doen wat ik nooit kon. Dansend, regen, fladderend, zon, zwevend, tijd, doen, kon. Dansend, fladderend, zwevend, doen. Je neemt me mee en zet me neer, keer op keer. Steeds weer, steeds weer. Je neemt me mee en zet me neer. Keer op keer, steeds weer, steeds weer. Mooi, poëtisch. Zou dat voor te dragen zijn met de muziek erachter? Ja, eigenlijk heb ik het wel, inderdaad toen ik het schreef, heb ik wel die muziek steeds opgehad. Die combinatie lijkt me dan wel mooi. Ja. Want dan natuurlijk, nou, hebben we de muziek gehoord, dus nu kan ik daar ook. Dat zit nog ergens, maar ik denk, als je dat bij elkaar doet. Ja, mooi. Ja, dus dat is wel, dat vind ik ook wel leuk om af en toe ook de dichtkunst, de woordkunst erbij te pakken. Ja, ja. De kunst neemt een belangrijke plaats in je leven, begrijp ik. Ja, zo is het, En we komen een klein beetje naar het eind van het programma nu, Yvonne. En ik vind het heel leuk dat jij er was. En toch weer een heleboel vertelt. Toch weer een hele andere uitzending als de vorige keer. Ja, vind je niet? Een andere uitzending. Ja. Is er iets wat je zegt, nou, dat heb ik nog niet verteld en dat wil ik nog zeggen? Of? Nou, het is misschien wel leuk om al het bruggetje te maken naar in ieder geval ook het laatste nummer. Ja. Want therapie, als je daarover hebt, kan soms een beetje zwaar zijn. En ik wil het ook altijd een beetje dan luchtig afsluiten. En ik hou ook van sporten en zo. Ik hou van fietsen. Ik hou van, gisteren ook paard gereden. Echt gewoon even lekker je hoofd leegmaken. En dan vond ik dit nummer ook wel fijn als een soort finale waar je soms ook weer eventjes je hoofd leeg kan maken en weer daarna weer over kan gaan tot de orde van de dag. Nou, dus dat vind ik eigenlijk wel heel erg passend. Dan ga ik jou hartstikke bedanken voor je aanwezigheid. Matthijs, weer bedankt voor je hulp. Welke e-mailadres hebben we? Oh ja, je kunt een e-mail sturen naar zorgsaam@rtvlansingerland.nl. Zorg samen met een S. En dan zorg ik wel dat het bij Yvonne terechtkomt als daar iets is. Lijkt me heel leuk. Ja? Ja, ik zie de mails wat tegemoet. Ja. Nou ja, dat weet ik niet. Ik beloof niks. Wie weet. Maar je weet het nooit. Maar we gaan luisteren naar de tune finale etappe van Radio Tour de France. Ja, het is lekker zo luchtig afsluiten. En zo het fietsie naar huis. Ik zie ineens alweer de Alpen vormen of de Pyreneeën. Heerlijk. Heerlijk in het zonnetje. Ja. Met al die mensen die daar langs de kant staan. Ja. Af en toe van die gekken die voor de fietsen springen bijna. Zo is het. Heerlijk. Ik vind het zelf ook leuk hoor. Lekker kolletjes opklimmen met de racefiets. Nou. Laat me horen. Ja.